Zullen jullie eens even voorstellen, jullie zijn van rechts naar links. Kajo Klein-Obbing, Esther Kruse, als ik het goed heb. Ja. Glenn Willem Hermsen. Ja, wat is jou? Ja, wij zijn een vereniging, een jongerenvereniging. En wij willen de belangen eigenlijk behartigen van jongeren tussen de 16 en 30. En dat in de achterkant. En dat is hard nodig? Ja, wij vinden van wel. Ja? Ja. Waarom is dat nodig? Ja, het is natuurlijk eigenlijk ontstaan omdat ja, wij leven zelf in de Achterhoek. We hebben op een gegeven moment ook wij gewoon dingen gezien, ervaren en gedacht van kan dat niet anders? Of ja, en op die manier zien, denken wij dat er gewoon nog heel veel kansen liggen, vooral op het gebied van samenwerken. En, maar wees eens concreet, je zegt heel veel dingen die nog beter kunnen, anders kunnen, maar wat dan anders en beter? Nou ja, een heel bekend fenomeen is natuurlijk het openbaar vervoer. Dat is redelijk dramatisch richting Achterhoek en als je wilde gaan studeren en dat soort zaken. Uitgaan, daar zijn ook nog wel wat mogelijkheden in wat eventueel anders kan in combinatie misschien met openbaar vervoer, want plaatsen zijn vaak wat minder goed bereikbaar. Op gebied van wonen, het is niet altijd even makkelijk om, om woonruimte te kunnen vinden als jonge stadten. Kijk, je ziet vaak wel dat bij de vrijstaande huizen, daar is heel veel vaak wel te koop en te krijgen, maar dat is gewoon voor ons als stad is dat gewoon niet, niet te doen. Dus zo zijn er verschillende aspecten waarop, waarop gewoon dingen beter kunnen en een onderdeel daarvan is ook werk bijvoorbeeld, is ook een van onze pijlers, om toch wat meer bemiddeling te vinden tussen... Is er weinig werk voor jongeren? Dat denk ik wel. Ik denk dat het... niet weinig werk misschien. Ja, ik denk dat het wel lastig is om iets te vinden en ook waar begin je. Ik denk met name het, dat is dan niet concreet, maar het samenwerken ligt denk ik, mijn inziens en van onze vereniging liggen nog heel veel kansen. Ja, ja, en waarom zijn jullie destijds opgericht? Op een gegeven moment komen jullie bij elkaar en kom je op een gegeven moment op onderwerpen waarvan je zegt van nou, we moeten gewoon met z'n allen iets hier aan doen, of hoe is het? Jong Achterhoek is feitelijk gezien voortgekomen uit het voormalig politieke jongerencentrum, vorig jaar zomer opgericht, in de Oude IJsselstreek. Wat is dat, een politiek jongerencentrum? Nou goed, dat was in eerste instantie gericht op politieke onderwerpen die zich afspeelden binnen de gemeenteraad uit de Oude IJsselstreek. Toen hebben wij gezegd, met de leden van PvdA, van het voormalig politiek jongerencentrum, we moeten het breder trekken over de gehele Achterhoek. En wat moeten wij doen? Wij moeten samenwerkingsverbanden aangaan, eigenlijk binnen het Achterhoekse model. Dus de overheid, de ondernemers en de organisaties. Nou, daarin fungeren wij als zijnde tussenpersoon. En samen met hen proberen wij oplossingen te bedenken. Zoals hier al geschetst met betrekking tot thema's als het openbaar vervoer, wonen, werken en in de regio, zeg maar, hier in de Achterhoek. Nou, de vraag is eigenlijk, kun je stellen van, hoe doen we dat nou? Nou, onder meer door... Misschien in deze instantie, waarom doe je het? Nou, waarom? Ik denk heel slecht geregeld in de Achterhoek. Nou, ik denk als je nou met kijkt als onderwerp, als bijvoorbeeld Krim. Dan zien we dat de huidige orde daar op bepaalde vlakken denk ik ernstig in tekort schiet. Ze weten ook niet wat er speelt met onder meer zeg maar, gericht op bepaalde aspecten. En wij zeggen juist, betrek daar de jeugd bij en zorg ervoor dat je samen tot een compromis daarin komt en oplossingen bedenkt. Ja, en dat is al gebeurd? Ja, we hebben al één themaavond gehad. We willen meerdere themaavonden per jaar doen. We zijn nog eerst aan het kijken hoeveel precies, maar we zitten ongeveer 8 themaavonden dat we per jaar willen doen. En van waaruit gebeurt dat? Welke gemeente? Of is het eigen gemeente bezoeken? In eerste instantie hebben we het eerst gehouden bij IJzersterk Ondernemen in Ulft. Nou, we willen daar natuurlijk meerdere plaatsen bij betrekken. Volgende zal hoogstwaarschijnlijk in de Tru plaatsvinden, dat is dan toevallig ook in Ulft. Maar goed, we willen het ook een keer in Zeddam, ook een keer in Doetinchem, ook een keer in Vastgoed, om eigenlijk gewoon alles van de Achterhoek een beetje mee te pakken. En we willen dus enerzijds themaavonden om dus eigenlijk te peilen wat de jongeren eigenlijk vinden. Aan de andere kant willen we ook naar de jongeren toe. Dus bijvoorbeeld bij evenementen, binnenkort gaan we iets doen met festivals, 17 mei. En daar eigenlijk ook te peilen van nou, wat vinden jongeren belangrijke onderwerpen. En nou, vooral wat Esther eigenlijk al zei met die vier onderwerpen, de woning, werk, uitgaan en het openbaar vervoer. Ja, want is dan alleen de faciliteiten, zeg maar, zoals ik het dan nu een beetje kan beoordelen, die zijn niet optimaal, dat zou een beetje moeten. Maar heb je dan daarmee ook de kern van het probleem te pakken? Of is het gewoon zo dat jongeren hun vleugels uitslaan, niet alleen het huis uit, maar ook de streek uit, om zichzelf ja, op een andere manier of ergens anders te gaan ontplooien? Dat zou kunnen, maar er zijn ook mensen die gaan elders studeren, maar kiezen daar bewust voor om weer terug te gaan, te komen.
En het moet mijn inzicht dan ook mogelijk zijn om hier in de Achterhoek in die zin te gaan ontwikkelen. En waarom zou dat niet kunnen? Want ik denk dat dat best dat er ook wel mensen op zitten te wachten dat wij ons hier gaan ontwikkelen. Zijn er voldoende banen? Want je hoort vaak, er is niet zo gek veel werk in de Achterhoek. Zeker niet voor wat hoogst opgeleid. Ja, ik heb zelf dan het geluk dat ik nu werkzaam ben ergens. Ik ga dus deels op zoek naar werk. Het is best lastig. Maar anderzijds zie je wel dat bedrijven het ook echt toejuichen. Want we zijn nu met een aantal partijen ook al in gesprek, bedrijven die, waar we eventueel mee kunnen gaan samenwerken. En daar wordt het gewoon echt met open armen wordt het ontvangen. Dus daardoor, kijk, het is onze eigen visie van wij kunnen iets gaan betekenen. Maar juist door die feedback die wij terugkrijgen, hebben we ook heel erg het idee dat, dat die behoefte daar wel is. Nou, wil ik als bedrijf samenwerken met jongeren en dan geef ik dat aan, maar waarin? Kan het dan helpen? Maar wat zou ik kunnen betekenen voor jongeren in de Achterhoek? Nou, kijk, bijvoorbeeld wat wij al ontwikkeld hebben is bijvoorbeeld korte lijnen met de Provinciale aan de Staten. We hebben onder meer bijvoorbeeld al Wouter Sas van de SP en de D66 jonge statenlid uitgenodigd om met ons daarop in debat te gaan. En dat blijkt bijvoorbeeld daaruit. Dan zie je bijvoorbeeld dat bepaalde vraagstukken met betrekking tot openbaar vervoer in de Provinciale Staten helemaal niet bekend is. Het probleem die hiervoor voordoen met betrekking tot lijnen die niet op elkaar aansluiten in de hele riel, is daar helemaal niet bekend. Nou, en daarom hebben we gezegd, wij nodigen hun uit en we gaan wij laten zien wat hier allemaal ontbreekt. En zo kom je zeg maar tot bepaalde punten waar je samen dus een oplossing voor kunt bedenken. En ook voor het bedrijfsleven om er terug te komen is natuurlijk, ja, zijn zulke soort problemen ook zeer interessant om daar samen zeg maar in te participeren. En moet er ook iets van een, ik heb je al over opleiding gehoord praten, iets van een opleiding HBO komen in de Achterhoek? Ja, dat is lastig om dat zo te schetsen. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk niet, wij kunnen niet voor iedereen spreken, dat moet je ook eerst voor in eerste instantie, als jongeren middelbare school afgerond, moeten ze een streek uitzetten. Ja, je moet af naar Nijmegen, of je gaat naar Enschede, of je gaat nog verder weg. En nou, de verbindingen zijn eigenlijk al niet echt optimaal. En, ja. Maar we merken wel dat veel jongeren best een achterhoekse betrokkenheid hebben. En daar proberen wij eigenlijk ook op in te smeren. Dus om te zorgen dat het gewoon aantrekkelijk wordt. Voor enerzijds die jongeren om weer terug te komen. Maar anderzijds ook voor de jongeren die hier zijn geboren. Een opleiding bij bijvoorbeeld Graafschap College hebben gevolgd. En hier ook zijn blijven werken. Wat is voor hun eigenlijk aantrekkelijker om hier te blijven? Wat moet voor hun ja, beter worden? Moeten er meer banen komen? Door hun mogelijkheden dat meer bekend worden? Dat soort dingen. Het zijn eigenlijk vanuit twee verschillende kanten eigenlijk voor jongeren is het ja, handig. Ja, hoe kan ik jullie herkennen? Hebben jullie een site? Kunnen mensen zich bij jullie aansluiten? Of, ja, www.jongachterhoek.nl, daar zit het op. Facebook.com/jongachterhoek. Op Twitter, @jongachterhoek kun je ons vinden. Telefoon en contactgegevens zijn er eigenlijk allemaal bij. En, wordt daar gebruik van gemaakt op dit moment? Ja, ja. Merken ja. Jullie al dat iets loskomt? Ja, ja, de bezoekersaantallen van de site zijn eigenlijk best wel prima sinds de lancering al. En vanaf begin af aan hebben we al veel media-aandacht verzocht. Dus of bij de Gelderlander of bij Radio Gelderland, bij Focus TV zijn we geweest. En dan merk je dat het eigenlijk ook bij wat Jan Dillman zegt, bij de politieke partijen, bij de gemeentes eigenlijk al gaat spelen en ook bij de bedrijven. We zijn met heel verschillende bedrijven in gesprek en ook bijvoorbeeld met de regio Achterhoek. Nou, dat is eigenlijk een omvattende partij van 8 gemeentes en dat zijn heel interessante partijen voor ons om mee te praten, om te peilen wat hun eigenlijk willen, maar ook voor hun natuurlijk, omdat wij gewoon de stem van de jongeren kunnen vertegenwoordigen. En jullie hebben nou de eerste van, neem ik aan, heel veel themaavonden georganiseerd. Hoe is het bezorgd en wie kwamen er? Het is in principe goed bezorgd. Ik denk ongeveer 40 mensen dat er aanwezig waren. Ja. Je merkt wel, het is heel moeilijk om mensen daarheen te krijgen. Omdat het wordt vrij snel of geassocieerd met politiek. En mensen vinden dat dan niet zo heel snel heel interessant. Dus die drempel is best wel aanwezig. Wat je zag is dat we ook heel veel mensen uit ons eigen netwerk, mensen proactief benaderd hebben. En die mensen die dus aanwezig waren, die waren eigenlijk heel positief. Die zagen na afloop van, nou wat leuk, het was echt een combinatie van leuk, maar ook heel erg op een leuke manier gebracht, maar wel serieus. En dat dus bijvoorbeeld, het thema was destijds openbaar vervoer. Ja. Mensen konden ook vragen stellen, dus ze konden ook daadwerkelijk informatie inwinnen en daarbij hun mening geven. Dus daadwerkelijk een dialoog was er gaande. Ja, ja. En dat is natuurlijk dat werd als heel positief ervaren, want we hebben ook na afloop gevraagd van, ja, hoe is dat nou gegaan?
wat hebben mensen dan gevonden? Maar je merkt ook dat het effect had. Aan de hand van dat heeft de D66 in de spelers aangesteld op Provinciale Staten om bijvoorbeeld de verbinding naar de Anton Tijdingschool, wat eigenlijk slecht is. In Vassenveld komt de bus aan bij de rotonde, maar goed, niet bij, bij de trein eigenlijk. Vanaf de trein moeten die jongeren weer verder. En dat is eigenlijk gewoon een knelpunt. En aan de hand van dat zijn de vraagstellers, merk ook al dat er direct actie wordt ondernomen eigenlijk. En ja, dat is voor ons natuurlijk wel een winstpuntje. Tot slot, wanneer is ja geslaagd? Nou, ja is geslaagd op het moment dat definitieve cijfers naar buiten komen, dat de kring in de Achterhoek terugloopt. En daarnaast ook dat er in ieder geval... Maar daar kun je niet voor zorgen? Nou, in ieder geval de cijfers, wat ik net geschetst heb, onder middel van Tijen, ja. Dan denk ik dat we daar in ieder geval een duidelijke rol in kunnen spelen. En nou in ieder geval daar, dat we in ieder geval daar in dialoog op zijn gegaan. Dat is natuurlijk in eerste instantie natuurlijk de essentie daarvan. Het gaat in die zin ook niet zozeer om de kwantiteit, maar de jongeren die er zijn, die moeten gewoon zoveel mogelijk gefaciliteerd worden, ja. Dat zij hier gewoon een zo aangenaam mogelijk bestaan kunnen opbouwen. Ja. En dus in feite, ja, wanneer houden wij ermee op als we opbodig zijn in feite? Als iedereen hier, ja. Wanneer is de volgende thema-bijeenkomst? Volgende thema is 1 juni. We zijn nog bezig met het organiseren ervan, dus verder informatie kan ik niet helemaal geven. Maar we staan ook bij het festival bijvoorbeeld, dus als je gaat naar het festival toe. Onderwerp is al wel duidelijk? Voor de volgende thema, ja, het gaat om het uitgaan. Oké. Okay. Ja. Bedankt voor de uitleg en succes met Jaap.